In deze studieles gaan we een makeover toepassen op een portret. We zoeken een foto via het pictogram bestand openen en selecteren deze. We moeten de foto echter eerst draaien om de goede richting te krijgen. Dus we gebruiken de knop links draaien. Er is een betere manier om dit te doen. Sluit de foto eerst. We gaan naar bestand. Voorkeuren en voorkeuren bestandsindelingen. Als u de foto hebt gemaakt met de digitale camera en de bestand de EXIF gegevens met de rotatiehoek van de foto's bevat, kunnen we die toepassen op de foto als we die openen. Schakelen dus het selectievakje in voor automatisch roteren. Nu openen we dezelfde foto en zien we dat deze automatisch wordt gedraaid. Laten we de werkruimte optimaal benutten door dit venster te maximaliseren en de randen van het venster te verbergen. We gaan nu de makeover toepassen op deze foto. Ik wil allereerst het logo van het T-shirt verwijderen. Ik ga daarvoor naar de linkerkant van het scherm en in de keuzelijst van het gereedschap doordrukken vinden we de optie verspreiden. Ik houd de alt-toets ingedrukt en ga nu het perceelse formaat ver veranderen en iets groter maken. Hiervoor houd ik de alt-toets ingedrukt en schuif ik de muis naar beneden of naar boven en nu hoef ik alleen het penseel alleen maar over het gebied te bewegen op het T-shirt en daarmee worden de pixels als het ware van de foto geveegd. Feitelijk worden de bovengelegen pixels gebruikt. Dit kunt u heel snel doen. U ziet, het logo is verwijderd. We gaan nu enkele imperfecties op de huid verwijderen. We gebruiken hiervoor het makeover gereedschap aan de linkerkant en we selecteren de vlekken verwijderaar. Ga eens inzoomen op de foto met behulp van het schuifwiel op de muis of door de plustoets te klikken van het nummerieke toetsenbord. Als u de foto wilt verschuiven, kunt u de spatiebalk ingedrukt houden en de foto naar beneden slepen. U hoeft nu alleen op de betreffende plekken te klikken om de imperfecties te verwijderen. Dat kan heel snel en eenvoudig gebeuren. Het geel kan echter even duren, dus ik spoel nu vooruit naar het eindresultaat. Nu de meeste imperfecties uit het gezicht van de man zijn verwijderd, is er nog een klein probleem. Boven het oog van de man bevindt zich een kras. Gelukkig heeft PaintJob Pro ook een gereedschap om krasjes te verwijderen. Dus we klikken daarop en we hoeven het gereedschap alleen maar op de kras toe te gaan passen. U kunt de breedte van het gereedschap krasjes verwijderen, wijzigen via de optiebalk. Maar voor deze kras is de standaardinstelling van 48 pixels meer dan genoeg. Laat de muisknop los en pas het gereedschap opnieuw toe als het resultaat niet naar wens is. En voilà. Nu we de vlekjes op de huid hebben verwijderd, gaan we uh, de achtergrond van de foto verwijderen. Hoe doen we dat? Ik ga allereerst inzoomen tot zo'n 60%. Dat moet wel voldoende zijn. En ik schuif de foto vervolgens. Aan de linkerkant onder de toverstap selecteer ik het selectiegereedschap Vrije Hand. En in de optiebalk selecteer ik vervolgens Intelligente randselectie. Ik plaats de cursor op de rand van het jasje en klik daar. Als ik vervolgens sleep, zien we een selectiekader. Dit kader zoekt nu contrasterende randen binnen het kader zelf. Dit is even precisiewerk. We gaan het gehele bied door en maken de selecties. Het duurt niet eens zo lang. We kunnen de schuifbalk niet gebruiken om de afbeelding te verplaatsen. Maar we kunnen de cursor verplaatsen naar de bovenrand van het scherm, waardoor het scherm automatisch naar boven schuift. We kunnen nu dus doorgaan met selecteren in de gehele afbeelding. Dit kan opnieuw even duren, want ik ga de hele rand langs. Dus we spoelen weer eens vooruit. Als u een foutje maakt langs de randen en er iets naast zit, wat ik hier expres heb gedaan, kunt u op delete drukken, waarmee de laatste punten worden verwijderd en u weer gewoon verder kunt gaan. Het heeft me ongeveer 3 à 4 minuten gekost om de gele selectie uit te voeren. En we gaan ter voltooiing met de cursor naar de benedenrand. En weer terug naar boven tot we terug zijn aan het begin. Als we nu op de afbeelding dubbel klikken, is de selectie voltooid. Als de, als de selectie heeft voltooid, moet u deze eerst opslaan. Ga hiervoor naar Selecties, selectie opslaan op schijf en geef de selectie een unieke naam. Hier is de naam Portret gekozen en we kunnen nu op Opslaan klikken. De selectie is voltooid en opgeslagen. En we gaan nu naar Bewerken, Kopiëren. Hiermee zetten we de volledige inhoud van de selectie op het klembord. En nu kunnen we naar Bewerken, Plakken als nieuwe laag gaan. Hier kunnen we zien dat de inhoud van het klembord is geplakt als nieuwe laag die zich boven de oorspronkelijke achtergrondlaag bevindt. Omdat de achtergrondlaag nog steeds zichtbaar is, zien we de achtergrond van de foto nog. Als we de achtergrond uitschakelen, zien we dat deze perfect is uitgesneden. Ik ga nu de selectie ongedaan maken en ik kan dit doen via niet selecteren of Ctrl D. Ik voeg nu een nieuwe laag boven de achtergrondlaag toe en we voegen het verloop toe, dus we gaan naar lagen, nieuwe rasterlaag. Ik accepteer hier de standaardinstellingen. Nu selecteren we het gereedschap vlakvulling. Het verfblik aan de linkerkant. Ik ga hier naar Rechts naar boven en ik kies een verloop in het palet materialen. En daar hebben we het verloop. Ik kan dubbelklikken op het bovenstaande verloop en vervolgens het verloop selecteren uit het grote aantal mogelijkheden. Ik kies deze en ga tevens de hoek wijzigen naar 180 graden. Oké. Okay. Zorg ervoor dat de leger rassen twee lagen is geselecteerd en klik op het afbeeldingsgebied. Het verloop heeft nu het hele gebied gevuld. Nu we de verlooplaag onder de uitgeknipte laag hebben geplaatst, kunnen we deze elke gewens geven en dat gaan we nu doen, ik schuif dit venster naar links en ik open aanpassen en ga naar kleurtoon en verzadiging. Ik selecteer bijvoorbeeld op afbeelding en kan de verzadiging of andere aspecten aanpassen en de achtergrondkleur overeenkomstig aanpassen. Dit levert een mooi effect op. We kunnen de lichtheid aanpassen en iets donkerder maken. Dat ziet er goed uit, dus we klikken op OK. Het gezicht is echter een beetje te licht en als we op de bovenste laag klikken en vervolgens naar lagen gaan, kunnen we een nieuwe lagengroep maken. We accepteren hier opnieuw de standaardinstellingen en klikken op de laag binnen de lagengroep. Ik ga een nieuwe aanpassingslaag maken en ik selecteer daarvoor curven. Ik maak een beetje meer ruimte en kan nu de curve aanpassen. Als ik een gegroepeerde ge ge laag gebruik, pas ik alleen deze uitgeknipte laag aan. Ik pas niet de achtergrond aan. Ik maak nu een overdreven sleebeweging. En u kunt zien dat dit alleen van invloed is op de uitgeknipte laag en dat de achtergrondlaag niet wordt gewijzigd. Nu gaan we de gewenste aanpassing maken. Ik ga het hier iets donkerder maken en dat ziet er al stukken beter uit. Een van de grote voordelen van het gebruik van aanpassingenlaag is dat u bij elke stap kunt teruggaan en de wijzigingen opnieuw kunt bewerken. Als ik naar de foto kijk zie ik iets te veel rood, dus ga ik naar het rode kanaal om het rood net iets te verminderen. Zorg ervoor dat het voorbeeld op afbeelding is ingeschakeld en pas de kleur aan. Dat ziet er al iets beter uit. We klikken op oké. OK. U kunt natuurlijk ook op elk moment de aanpassingslaag uitschakelen, dus u kunt nooit iets verkeerd doen. De reden dat ik een voorlopige achtergrond heb gemaakt, is dat ik een groot aantal verschillende achtergrondkleuren kan gebruiken, of zelfs afbeeldingen. Als achtergrond en daarmee beschikt u over totale controle over uw eigen foto's.